Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En tegenwoordig kun je me ook een bedankje sturen hier onderaan de video. Zie je een knopje, bedankje. En daar kun je dan op klikken en dan wijst het zich vanzelf. Super bedankt alvast hiervoor. Lukt het nou niet via YouTube een bedankje te sturen, dan heb ik ook een linkje in de beschrijving en in de reacties gezet, zodat je het op een andere manier kan doen. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 4. Ik wil eventjes duidelijk maken, sommige mensen denken omdat ik in de titel of in de beschrijving heb gezet geheime leer. Nou ja, ik heb gewoon de titel gebruikt van geheime leer, omdat het een verborgen leer is, zal ik het misschien zo beter noemen. Maar het heeft echt 0,0 met het boek van Madame Helena Blavatsky te maken. Ja, want Helena is een satanist of was een sataniste. En was ook lid van allerlei satanische urologes. Het heeft daar 0,0 mee te maken. Ik heb er niet eens bij stilgestaan dat haar boek Geheime Leer zo heet, zeg maar. Ik heb het boek wel gelezen, ooit eens, maar ik heb er niet bij stilgestaan dat het ook Geheime Leer heet, zal ik zo zeggen. En dat heeft daar dus niets mee te maken. Dit is het werkboek van Saint-Germain, de redenvoeringen van Saint-Germain. En er is niets van Helena Blavatsky bij. Dus, jongens, jullie kunnen allemaal weer kalm zijn. Het is geen satanische shit, ja? Want daar ben ik zwaar op tegen, zoals jullie weten. En ik heb het al eerder aangegeven in vorige video's dat Helena Blavatsky een sataniste was. Zij heeft wel heel veel geschreven over alchemie en theologie. Je kunt er altijd uithalen wat van jou van toepassing is, uiteraard. Maar ze zullen nooit tot de kern komen. Het zal nooit zuiver helemaal zijn, omdat hun doel algehele macht is op het hypnotische gebied. En dat het, ze willen natuurlijk macht over de mensheid hebben. Algehele macht over zichzelf. Ja, dat is eigenlijk hun doel niet, want daar staan ze niet eens bij stil dat ze dat kunnen. Dus theologie is meer inderdaad de alchemie en de wetten van esoterie en dat soort dingen eigenlijk. Ook materialiseren hoort daarbij. En ze zijn ook bezig met hun kracht te ontwikkelen. Want algehele macht, hypnotische macht zal ik het even zo noemen. 3D-macht, kunnen ze alleen verkrijgen door het Christusbewustzijn te ontwikkelen en dit te misbruiken. Daarom zijn ze ook heel erg geïnteresseerd in dit soort stof, kennis, wijsheid, maar niet op zuiver vlak. Want dan hadden ze al lang kunnen bewijzen dat ze oneindig zijn en onsterfelijk en hoeven ze niet, adrenochrome shit en weet ik het allemaal te gebruiken. En andere mensen te verkrachten en te vermoorden en allemaal dat soort dingen. Dus jongens, dit heeft daar dus helemaal 0,0 mee te maken. Ik ben er heel goed allemaal van op de hoogte en heel scherp op dit gebied. Maar goed, altijd goed dat jullie ook scherp zijn en daarvoor ook dankjewel. Ja, dus altijd goed mee te kijken, mee te luisteren, maar niet zomaar klakkeloos over vanuit gaan. Vraag het gewoon aan mij. Je kan me altijd elke vraag stellen. En zo mogelijk krijg ik ook altijd een reactie terug. Ja? Nou, ga ik beginnen. Redenvoering 4. Saint-Germain, 13 oktober 1932. Aanroeping. Almachtige, verterende, goddelijke vlam. Wij knielen voor uw machtige, koninklijke kracht. Wij verheugen ons in uw leidende wijsheid. Wij verheugen ons in uw tegenwoordigheid in het hart van iedere goddelijke boodschapper, die ons leidt naar uw toewijding en energie om de mensheid te zegenen. Wij loven en danken u, omdat uw tegenwoordigheid de loop van de gebeurtenissen veranderd heeft en omdat u, zoals steeds de machtige heersende intelligentie belichaamt, wij loven en danken u, omdat uw verterende vlam en uw scheppende handelingen, die in het hart van ieder van ons huizen, vrijgemaakt kunnen worden door het bewuste verlangen in actie om te zetten. Wij loven en danken u, omdat u overal de verterende tegenwoordigheid belichaamt en voor ik ben daar en ik ben hier en ik ben de kracht die alles zuivert. Ik ben de machtige tegenwoordigheid. Ik ben de zegenvierende kracht. Ik ben steeds uw machtige energie, uw verterende vlam. Ik groet u vanuit het hart van uw scheppende vuur.
Redevoering. Het scheppende vuur dat ik ben, is de goddelijke vlam. Haar meesterlijke tegenwoordigheid verankerd in het hart van ieder van Gods kinderen. Hoewel deze vlam in sommigen slechts een vonkje is, kan ze door het juiste benadering aangewakkerd worden tot een scheppend vuur en een verterende vlam. Deze machtige tegenwoordigheid, God, is in zijn ontelbare handelingen de alomtegenwoordige activiteit, waarvan iedereen grenzeloos gebruik kan maken. Indien men geen waarde hecht aan het uiterlijke dat slechts een verschijnsel is en indien men zijn aandacht afwendt van datgene wat de mens ontelbare jaren beperkt heeft. Vandaag vertoont de scepter van macht en gezag zich aan ieder doelbewuste student. Vroeger was de mens zich hiervan nauwelijks bewust. Om dit voluit te kunnen begrijpen en ervaren, moet de student zich eerst en vooral geestelijk verheffen en zich de scepter van gezag toe-eigenen. Het is geen loze belofte dat diegenen die trachten het licht te bereiken, opnieuw deze heerschappij zullen verwerven. Wanneer wij langs een smal pad door het woud lopen, weten wij dat wij langs hetzelfde pad kunnen terugkeren, indien wij dit zouden willen. Maar wij moeten dit zelf beslissen. Na honderden jaren macht en gezag te hebben nagestreefd in onze leefwereld, beseffen wij dat dit allemaal onwerkelijk is en niets meer betekent dan drijfzand dat morgen verdwenen kan zijn. Nou, dat had ik het natuurlijk net over, hè? Dat ze allemaal macht nastreven, maar niet innerlijke macht, de echte macht. Ja? Het is altijd macht over een ander en slavernij, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk geen zuivere macht. Maar daarvoor willen ze natuurlijk wel de echte kennis leren en weten. Dus daarvoor moet je altijd scherp zijn. Dus heel veel boeken kunnen wel heel veel wijsheid vertellen. Maar altijd goed scherp zijn op welke manier zij dit willen. Kijk, hier legt hij heel goed uit dat we daar wel een keer klaar mee zijn. Hè? Na eeuwenlang macht hebben nagestreefd. Dus hieraan zie je ook dat dat niet het doel is. Dat ze daar niet mee bezig zijn. Dus als er dus angst verteld wordt in een boek of iemand die het vertelt, dat kan ook, en spreker, dan moet je goed naar je energie luisteren. Hé, dit klopt hier iets niet, ja? Je kan natuurlijk altijd eruit halen wat van jou van toepassing is, hè? Dat je de rest, zuivert, ja? Dat je denkt van, nou, dit filtert, hè? Dat is het juiste woord, dat je het filtert, maar je weet dan wel met wat voor leraar je te maken hebt, zeg maar. Door de vreugdevolle aanvaarding van uw goddelijke heerschappij kunt u vastberaden de stevige grondvesten van de rots van waarheid die God is betreden. Hier kan geen enkele vorm van verstoring u beroeren. Ooit zult u dit zelf ervaren. Studenten van waarheid vragen zich af waarom ze er niet in slagen de goddelijke tegenwoordigheid die hen toebehoort te verankeren in zichzelf. Ze nemen hun gedrag niet onder de loep. Dat is het inderdaad. Zodat ze de oorzaak van beroering, vragen en twijfels niet kunnen ontdekken. Voor degenen die het gezag dat hen toebehoort willen opnemen en het sterk laten doorwegen in hun beweegredenen, is het heel gemakkelijk om de vruchten van het gouden graan te plukken en weldra bevrijd te zijn van de verwarring die hen aan zichzelf deed twijfelen. Dan ervaren ze de echte tegenwoordigheid van God, die hun hart doet kloppen. Wanneer studenten eerlijk genoeg zijn tegenover zichzelf en tegenover God, de ik ben tegenwoordigheid om alles wat hen in verwarring brengt bij de wortel uit te roeien, en wanneer ze het machtige licht en de uitstraling van het hogere zelf kunnen voelen, zal het hen maar weinig moeite kosten om de grote ik ben tegenwoordigheid in liefde en intelligentie te laten ontplooien. Deze macht ondersteunt steeds kracht, zekerheid of wat ze ook maar nodig hebben om stevig te blijven staan op de rots van waarheid, die een van de grote juwelen van Gods koninkrijk is. Gods verblindende uitstraling zal hen omhullen bij de minste uitnodiging. Studenten van vandaag, wees toegewijd aan deze almachtige tegenwoordigheid die uw hart doet kloppen, wiens leven door uw aderen stroomt en wiens energie door uw denkvermogen vloeit. U hebt een vrije wil en u kunt kiezen of u deze tegenwoordigheid kwalificeert en zegent
tot uw volmaaktheid en onvolmaaktheid. Onthoud steeds dat wanneer het u niet lukt om u tot deze machtige tegenwoordigheid te wenden die u toont dat u disharmonie en chaos gecreëerd hebt, uzelf ruim de tijd moet gunnen om deze machtige kracht ten volle te erkennen en te laten openbloeien in uw leven. Word niet ongeduldig wanneer zaken niet zo snel gaan als u zou willen. En dat is als je dus weer zo gebonden bent aan tijd. Hè? Dat je tijd hebt, dat je denkt dat je te laat bent. Dat je tijd tekort hebt. Je denkt het lukt niet. En dan vervallen mensen heel gauw weer terug in hun oude patroon. Want dan zien ze nog niet op korte termijn een bevestiging. En denken ze gelijk, oh dat is niet waar, klopt niet. Dit gaat gepaard met de snelheid van uw aanvaarding en de intensiteit van uw voelen. De almachtige energie die doorheen uw denkvermogen in uw lichaam stroomt, is de zuivere elektronische energie van God. De machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Wanneer u vreugdevol denkt aan uw hogere zelf als de bron van uw wezen en leven, stroomt de zuivere elektronische energie onverminderd verder, onbezoedeld door onvolkomen menselijke beoordeling. Wanneer uw gedachten bewust of onbewust afgeleid worden door tweedracht, waardoor u zo dikwijls omringd wordt, verandert u de kleur en de kwaliteit van deze stralende zuivere energie. Deze energie moet handelen en het is aan u om te bepalen hoe ze voor u zal werken. Denk nooit dat u kunt ontkomen aan dit eenvoudige feit. Het is een onveranderlijke wet van God. Geen mens kan deze wet ooit veranderen. Studenten moeten dit gegeven begrijpen en blijven toepassen als ze gestadig vooruitgang willen boeken. Ik zeg u, beminde studenten, u mag zoveel u wilt woedend zijn, twijfelen, bang zijn en opstandig zijn tegen zelfverbetering, maar het is uw open deur naar de machtige verlichting en bevrijding van alle begrenzing in uw leefwereld. Nou, dat is inderdaad zo. Je kan inderdaad woest zijn en dan weet ik het allemaal, tegen zelfverbetering, hallo. Je moet altijd graag zelf willen verbeteren, ja. Dat is het dus inderdaad. Mensen zijn boos tegen zelfverbetering. Zeer veel studenten die tot een zeker begrip komen, worden wanhopig en bekritiseren en veroordelen zichzelf en God. Wanneer ze de resultaten van hun handelingen zien en wanneer ze kijken naar alle fouten die ze gemaakt hebben, en die moeten rechtgezet worden. Dit is alweer een grote vergissing. Het zou hen buitengewoon moeten verheugen dat ze hebben leren inzien dat ze fouten gemaakt hebben en dat juist die zaken die veranderd moeten worden zich getoond hebben. Nou, inderdaad, je moet inderdaad blij zijn dat je erachter komt dat je fout hebt gemaakt. Stel je voor dat je dat dus allemaal niet weet. Ja, dan gaat alles verkeerd door. Dus inderdaad, je kan alleen maar juist in het positieve bekijken. Dus dankbaar zijn dat je erachter bent dat je een fout hebt ontdekt. Hè? Dus ontdekken. Dus je hebt de sluier van het gedekte eraf gehaald, zeg maar. En, oh ja, er is ook nog iets heel moois wat ik even wil vertellen. Er is een hele mooie tekenfilm op Netflix. Nou, ja, we weten alles over Netflix. Maar, ik moet eerlijk zeggen, dit is de eerste tekenfilm die spiritualiteit op een zuivere manier vertelt. En die eigenlijk ook heel goed weerlegt dat ieder mens dus magie bezitte, maar door duistere invloeden zijn magie is verloren. En hoe je dat ook weer terugkrijgt, is heel mooi. Ik vond het een hele mooie film, echt waar. En het heet The Magician's Elephant. Dus als je kinderen een beetje, ook op een lichte, niet geen zware, geen negatieve manier. Ik vond, vaak heb je altijd dat duister in dat licht, weet je wel, heel erg. En er moet altijd een wraak zijn op iemand die pest of plaagt of weet ik het veel. Dit was wel heel subtiel, maar heel goed uitgelegd eigenlijk. Dat we allemaal magie in ons hebben. En dat we allemaal juist die krachten allemaal in ons bezitten. En dat we het zijn vergeten of verloren of belachelijk zijn gemaakt, zeg maar. En dat je het allemaal weer terug kan doen. Hele mooie film. Dus ja, ik zou het wel aanraden. Magician's Elephant. Als ze weten dat God de kracht is om te denken, dan weten ze ook dat ze de kracht bezitten om hun fouten te corrigeren. En ze zouden vreugdevol aan het werk moeten gaan.
De kracht van goddelijk leven die hun hart doet kloppen is het onomstotelijke bewijs dat ze de intelligentie en de macht van God in zich hebben. Waardoor ze alle foute en disharmonische scheppingen die ze bewust of onbewust voor zichzelf creëren kunnen oplossen en verteren. Ze kunnen zeggen tot deze ongewenste creaties: ik ben de machtige, verterende vlam die nu en voor altijd alle fouten uit het heden en het verleden verteert. Hun oorzaak en gevolg en alle ongewenste waar mijn ego verantwoordelijk voor is. Het is vreemd dat het voor studenten zo moeilijk lijkt om de grenzeloze machten die ze hanteren te verankeren en te erkennen door te zeggen: ik ben. En ik kreeg ook een reactie inderdaad, iemand die wist dus niet wat ik ben is. En inderdaad, hier staat ook heel vaak in gezegd, geschreven, dat het soms zo moeilijk te vatten lijkt voor veel mensen om die twee woorden, ik ben, te begrijpen en te vatten. Ik ben is echt alles. Ja? Je bent alles. Je bent het. En het is ook een bevestigend iets. Hè? Dus als jij, ja, je bent God, je bent een goddelijk wezen. Maar als jij dus zegt, ik ben ziek, dan ben jij dus letterlijk, geef jij je de naam ziekte. Ja? Dus jij bevestigt dat jij dat bent. Of ik ben lelijk, of ik ben, nou, alle negatieve woorden, die bevestig jij hiermee. En ook dan kun je beter de positieve woorden gebruiken. Dat je, ik ben succes, of ik ben power, of ik ben liefde, of ik ben overvloed, of ik ben een schoonheid. Dan bevestig je dat en veranker je dat in jezelf. Het is vreemd dat het voor studenten zo moeilijk lijkt om de grenzeloze macht die ze hanteren te verankeren en te erkennen door te zeggen, ik ben. Wanneer het intellect dat aardgebonden is dit begrijpt, moeten ze dit versterken met al hun kracht door de waarheid hiervan zeer intens te voelen. Dan zullen ze ervaren dat alles veel sneller en krachtiger verloopt. Ik zeg u, lieve studenten, u bent op een punt gekomen dat u, als u deze macht met groot gezag kunt aanwenden, uzelf bevrijdt van de ketens van begrenzing die u zo lang beperkt hebben. Begin eraan en besluit vreugdevol uw huis in orde te brengen. Indien u zeer voorname gasten zou ontvangen, zou u ongetwijfeld dagenlang poetsen, wassen en voorbereidingen treffen voor deze gast. Hoeveel belangrijker is het niet om voorbereidingen te treffen voor deze grote prins van liefde en vrede? De prins van het verterende vuur dat in u woont en het element vuur beheerst. Hè? Het is onze tempel. Ja, we moeten het hier in ons lijf, in onszelf, opgeruimd maken. Alsof er een grote, ja, een hele bijzondere gast komt. Hè? Wij zijn, ja, die grote gast is al de God die op ons hart zit. Hè? Die zit in ons hart, die zit hier in ons. Wanneer iemand denkt aan Oromassus, de prins van het vuurelement, is het de vlam van het scheppende vuur in deze gedachten die hem aanroept voor hulp om deze scheppende kracht te versnellen. Dit geeft onvoorstelbare resultaten. Ik kan mij niet herinneren dat er ooit zoveel natuurlijke hulp ter beschikking was voor de student van het licht, als er nu is. De studenten zouden dit vreugdevol moeten benutten. Wanneer u spreekt in de naam, de macht en het gezag van de machtige ik ben, bevrijdt u eindeloze energie die ervoor zorgt dat uw wensen vervuld worden. Waarom duldt u nog langer dat twijfel en angst u blokkeren? Wanneer u weet, ik ben de open deur die niemand kan sluiten, wachtend te midden van de grote overvloed van God, die popelt om mij te helen, te zegenen en te begunstigen met overvloed. Durf te zijn, te voelen en deze machtige autoriteit te gebruiken. God in u. Beminde studenten, beseft u niet dat u volmaaktheid kunt uitdrukken door vastbesloten en zeer intens het standpunt in te nemen. Ik ben de machtige elektronische energie die nu door elke cel van mijn brein en mijn lichaam vloeit. Ze opvult en hernieuwt. Beseft u niet heel sterk dat u in een minimum van tijd elke verstoring in uw gedachten of in uw lichaam kunt verdrijven door de machtige, zuivere energie te laten werken. Ongekleurd en onaangetast door eender welke verwarring in uw eigen denken. U kunt uw zenuw of een orgaan vernieuwen en u kunt bijna ogenblikkelijk
eender welk deel van uw lichaam tot volmaaktheid brengen. Waarom voelt en doet u dit niet? Wanneer u de opmerkelijke resultaten hiervan zult ervaren, zult u vertrouwen krijgen in deze volmaakte handeling en uw denkvermogen. Zal volle vertrouwen hebben in deze almachtige tegenwoordigheid en kracht. En haar alomtegenwoordige oneindige werking. Dat vond ik ook zo mooi van die tekenfilm waar ik het dan net over had. Dat je dus ziet dat als mensen dus allemaal hun innerlijke weten kwijt zijn. Ja, dus dat je weet dat er magie is en dat niks meer echt bijzonder is. Of dat ze overal in ongeloof zitten. En dat is heel mooi dat je inderdaad weer met je magie aan de gang moet gaan. En weer blij moet zijn, weer moet lachen. En ja, het is allemaal magie. We kunnen echt, echt werkelijk toveren. En het is niets buitengewoons. Wanneer het lijkt dat u gebrek hebt aan energie, zeg dan vastberaden en verheugd: ik ben de machtige tegenwoordigheid van deze waakzame stralende energie, die door mijn denken en mijn lichaam bruist en die alles wegzendt dat niet aan haar gelijk is. Ik blijf voor altijd in deze waakzame, vreugdevolle energie. Het is even gemakkelijk om deze zuivere energie door uw brein en uw lichaam te laten stromen, als uw hand te bewegen. Dat u schijnbaar geen enkele grote magnetische elektronische kracht door u voelt stromen, betekent helemaal niet dat u deze krachtige energie, die u met gezag bevolen hebt om door uw brein en uw lichaam te stromen, niet ontvangen hebt. Ja, dus ook al voel je het niet direct, betekent niet dat je de opdracht niet gegeven hebt. Ja? Want het zit al in je. Het wordt nu wakker geschud. Men kan hetzelfde zeggen voor die zaken die niet overeenstemmen met het verlangen naar volmaakte uitdrukking. De student kan de machtige tegenwoordigheid van de Ik Ben aanroepen en deze sturen naar zijn zaken in zijn omgeving. Hij kan de Ik Ben ook bevelen alles wat niet aan haar gelijk is te verteren en te vervangen door de machtige volmaaktheid van God, namelijk Ik Ben. Beveel de Ik Ben zichzelf te bevestigen en laat de volmaaktheid haar eeuwigdurende gezag en kracht openbaren. Vraag ook uw wereld te zuiveren van alles wat verstorend is, want Ik Ben het allerhoogste gezag, God in actie. Men moet dit niet op een gespannen wijze doen of zodanig dat dit spanning in het lichaam creëert. Men kan zich verheffen tot de hoogste macht en de waardigheid van het goddelijke gezag. Alles wat onzuiver is, kan op deze manier gezuiverd worden. Spreek hierbij niet met luide stem, maar op een zeer lage, gebiedende toon. Ga alleen in een kamer staan en verklaar: ik ben meester over mijn leven. Ik ben de zegenvierende intelligentie die hierover heerst. Ik zend deze machtige, stralende, intelligente, goddelijke energie naar mijn omgeving. Ik beveel deze energie om volledig volmaaktheid te scheppen en mij te overspoelen met de goddelijke overvloed, zodat ik deze kan benutten. Ik ben niet langer het kleine broertje van Christus, maar de volgroeide meestelijke tegenwoordigheid. En ik spreek en beveel met autoriteit. Christus is het licht, hè? We zijn niet het kleine vlammetje, het kleine licht. We zijn het grote licht. We zijn Christus. Op die manier kan iemand de fouten en onvolkomenheden die hij gecreëerd heeft uitwissen. En door het gezag van de Ik Ben kan hij onmiddellijk de volmaaktheid creëren die hij verlangt. Weet dat dit zichzelf voortdurend bevestigt, zolang u geen storende gedachten of gevoelens laat interfereren. Ja, dus laat geen negatieve, verstorende gedachten jou beïnvloeden of dat ze je in de war maken. Hè? Die gedachten zijn de ratelslang. Dat is wat je moet onthouden. Hè? Laat ze niet toe. Naar een ratelslang stap je ook niet af. Ik verlang zo sterk dat u voelt dat u het enige gezag bent in uw leefwereld of in eender welk andere omgeving die met uw leefwereld verbonden is. Zolang u niet de bedoeling hebt iemand anders te benadelen, hoeft u nooit te vrezen dat de volmaking van uw wereld andermans wereld zal doen instorten. Dat is heel mooi, hè?
Dat is heel mooi. Dus als je geen intentie hebt om een ander pijn te doen of te verstoren, zal je ook nooit bang hoeven te zijn dat de volmaking van iemands wereld dus kan instorten. Ja, je bent dus nooit verantwoordelijk dus voor andere mensen als je dat gewoon niet doet, zeg maar, deze geen negativiteit geeft. Het heeft geen belang wat anderen over u zeggen. Laat u ook niet meeslepen door de twijfels, angsten en grenzen die anderen u trachten op te leggen. En dat is ook zo mooi, dat zie je ook in die tekenfilm dus. He, er zijn dus mensen die dus ongeloof hebben en die dan op dat jongetje inspreken, dat hij niet moet doen. En hij laat zich er niet door verstoren. Heel mooi. Echt, echt een van de... Nou, ik ken eigenlijk geen enkele film die zo goed is voor kindjes, zeg maar. De rest is allemaal niks. Deze cirkel is onoverwinnelijk en stoot elke verstorende gedachte en al het verwarrende af dat bij mij wil indringen. Ik ben de volmaaktheid van mijn leefwereld en dit houdt zichzelf in stand. Beminden. Twijfel niet langer en stel de uitspraak, ik ben het gezag, niet meer in vraag. Ga verder, durf te zijn en gebruik dit goddelijke gezag. Ik ben, dat in alles uitgedrukt wordt. Waarom niet onbevreesd zijn? U verlangde de tegenwoordigheid van de grote opgevarene. Ik ben de zichtbare tegenwoordigheid van deze zeer geliefde opgevaren meesters. Ik hier wens te zien verschijnen en van wie ik hulp verlang. U hebt het punt bereikt waarop u al het verstorende uit uw gedachten kunt bannen. Vul uw gedachten met deze zuivere elektronische essentie. Zolang uw gedachten vervuld zijn van deze tegenwoordigheid, kan niets u nog verstoren. Ik zeg u opnieuw, u bent het gezag in uw leefwereld. En als uw gedachten vervuld zijn van deze essentie, zal niets u verstoren. Wij gaan deze autoriteit aannemen en gebruiken. Alle verwarring ophelderen en stellig verklaren. Ik ben het hoogste menselijke gezag waar ik ook ga. Ik ben God in actie. Mooi, ik ben God in actie. Zegening. Almachtige scheppend vuur. Wij loven en danken u vandaag voor uw grote tegenwoordigheid, die overal heelt, zegent en voorspoed brengt. Treed in het hart van de mensen met uw scheppende tegenwoordigheid en geest. Laat de volle goddelijke gerechtigheid van uw hoogste gezag heersen op alle officiële plaatsen in het land. Zorg dat alle gezag in handen is van boodschappers, die door u begeleid worden en uw vertrouwen genieten. Mogen zij volwaardig alle staatsdiensten van Amerika leiden en mogen zij steeds bevestigd worden door God. Mogen Amerika geheeld en gezegend worden en voor altijd welvarend zijn. Mogen alle negatieve invloeden verdwijnen en voorgoed uit Amerika gebannen worden. Nou, van de hele wereld, hè? Nota. Heerscher van de engelen verheugt zich bij de terugkeer van de zwerver, die naar huis terugkeert en die met zijn ego zo lang gezag betracht heeft, maar nooit bevrediging verkreeg. Wanneer hij al zijn energie verspild heeft, keert hij terug naar huis. Daar bevindt zich de fontein die hem weer energie schenkt en hem weerstand geeft tegen alle ouderdomskwalen. Op deze manier kan hij opnieuw herleven in de volheid van jeugd en kracht. Want dit is de weg van het leven, Gods leven. Wanneer iemand zacht spreekt, brengt dit de wonderbaarlijkste trillingen voort. De innerlijke uitwerking hiervan is volkomen wonderlijk. Laat iedereen binnentreden in het geluk en de liefde van de volmaakte gehoorzaamheid, alzo de grote kracht van Gods te bevrijden. Indien iemand het uiterlijke loslaat en binnentreedt in het innerlijke, verdwijnt elke wanklank onmiddellijk. Etherische steden. Boven de voornaamste woestijnen bevinden zich etherische steden. Boven de Arizona-woestijn bevindt zich de etherische stad in Amerika. Er is nog een stad boven de Sahara en boven de Gobi-woestijn. Boven Brazilië bevindt zich de etherische stad voor Zuid-Amerika. De mensen zouden moeten weten dat stedelingen steeds weer opnieuw, zogezegd, sterven en reïncarneren op dezelfde plaats. Omdat ze zich in een vorig leven gehecht hebben aan een bepaalde plaats
incarneren ze opnieuw in diezelfde omgeving. De student die moet reïncarneren zou moeten bevelen: de volgende keer wil ik geboren worden in een verlichte familie. Dit zal voor hen de deur open naar een snelle evolutie. Nou, dit was de redenvoeringen 4. Ja, fantastisch. En inderdaad, lig je nou op het kantje? Lukt het niet meer om jezelf te genezen? Kan altijd natuurlijk, hè? Maar ben je nog niet zo ver om dit te kunnen omzetten? Beveel jezelf dan inderdaad om te gaan rekeneren in een verlichte familie. Zodat je in het volgende leven dit wel gaat omzetten. Want ieder mens kan dit hier en nu. We zijn er al. Alleen het bewustzijn moet groeien. Het moet het vatten. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren. En ik bid voor iedereen dat we dit allemaal gaan omzetten. En ja, we gaan al de goede kant op. Want ik hoor zoveel mensen die dit weten. Het is echt fantastisch. En inderdaad, oefening met jezelf. Hoe meer je ergens mee je focus op richt, hoe meer je daar dus van krijgt. Ik hou van jullie allemaal. En tot de volgende video. Dikke kus en bedankt voor het liken, delen, bedankjes en alles erop en eraan. Doei!